Goedemorgen, politie, defensie, Desiree Stokkel hier. Ik wil Elon Musk even een realiteitscheck geven met deze video. Dus overleg van mij hier op YouTube. Ik ben van Twitter gebannen. De Musk denkt dat hij leuk is en denkt dat hij iets goeds doet. Maar wat hij natuurlijk mist is wat ik werkelijk bespreek. En wat ik werkelijk bespreek gaat echt de wereld wel over. Ik ga justitie laten instorten. Ik ga nu het ministerie van Justitie totaal afbreken. Tegelijkertijd met het ministerie van Binnenlandse Zaken. Economische zaken is nu behoorlijk op peil, dankzij mij. Ze weten precies wie ik ben en wat ik wil. Nou ja, defensie. Mijn openingszin was, ik had jullie alle 64.000 kunnen laten doden, maar dat heb ik niet gedaan. Dat is inmiddels niet meer zo. Inmiddels weten jullie wel wie ik ben. We zullen die oorlog moeten stoppen en we zullen de oorlog tussen de AI-robots ook moeten stoppen. En iemand zal meneer Musk moeten vertellen dat hij niet aan de macht is straks. Dat ben ik, dat weet ik. Oké, het ministerie van Justitie laten instorten, wat is dat? Nou ja, de rechtspraak is een kindermoordenaarsysteem en dat moet nu toch op tafel. Het is de rechtspraak die mijn dossier heeft gebruikt als een soort trainingskamp voor het starten van de pandemietraining. Wereldoorlog 3, biowapens. Die de internationaal strafhof corruptie heeft gebouwd binnen Eurojust. En tot mijn grote afgrijzen zijn Europol en Interpol binnenkort ook alleen maar Code of Ethics comité's. Of Code of Conduct comité's. Het komt er dus op neer dat de kinderen helemaal geen rechtspraak hebben. De jonge generatie krijgt alleen maar forumrecht. Ze mogen wat aanpraten in de ruimte. En misschien is er dan iemand die ooit iets doet ten gunste van hun. Maar verder hebben ze geen rechtspositie en het onderwijs is totale krankzinnigheid in Nederland. Ik wil niet dat het verkiezingssysteem wordt opgeheven. Ik wil ook niet dat politieke partijen allemaal achterlijk blijven en ervan uitgaan dat ze wel wat kunnen roepen in de media. Dat dat dan politiek is en dat het land daarmee overeind blijft. Want dat is niet zo. Als de loterijen de NGO's financieren en dat wordt allemaal gecentraliseerd bij Intosai en krankzinnigen bij de NAVO. En de Wereldbank als seksindustrie hoofdkantoor, dan blijft er helemaal niets over van Nederland. En dat proces ga ik dus nu stoppen. En welke rol speelt Musk daarin? Ja, Musk moet toch begrijpen dat hij niet leuk is. Hij denkt nog altijd dat hij leuk is en dat hij plaagt. En dat hij het uiteindelijk allemaal wel goed krijgt. En dat ik het dan ook nog wel daarmee eens zal zijn. Maar dat is niet zo. Ik ben Musk aan het passeren en ik doe dat rotsvast. En dat is iets wat hij niet ziet en niet begrijpt. Oké. Ik sta niet toe dat rechters zichzelf laten verlagen tot adviseurs van Intosai en Code of Ethics comité's die dan vervolgens met 5G biohacken de criminelen gaan straffen in hun individueel dossier. Natuurlijk ook op de arbeidsmarkt, op de werkplek enzovoort. Ik sta dat niet toe. En het komt erop neer dat er nu koppen gaan vallen. Koppen rollen binnen justitie, binnen de rechtspraak. Ik kan niet toestaan dat de rechtspraak de hele jonge generatie uitmoordt of dement maakt. Ik stop nu. Dag.